Jonge ambtenaren die discussiëren over de toekomst en over het openbaar bestuur, Nationale Geluidshinderdag en de Boekenweek. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u vanavond graag de Bredase gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Veel jongeren dromen van een carrière als die van DJ Tiësto of Hardwell. Dit werd ook duidelijk tijdens een DJ-contest die vorige week vrijdag in de MES werd gehouden. In de MES vond de Brabantse finale van de DJ-contest van Kunstbende plaats. Een wedstrijd voor jong creatief talent. 6 jonge DJ's gingen de strijd met elkaar aan om de jury te overtuigen van een plek in de landelijke finale. Wat heb jij na je winst toch allemaal gedaan binnen je DJ-carrière? Ik heb heel veel gehad aan de coachings van kunstbendes. We geven workshops aan de winnaars van de steden en van de provincies, zeg maar. En daar heb ik heel veel aan gehad. Dan krijg je coaching van professionals, je krijgt workshops. Je leert heel veel andere mensen kennen. Je krijgt echt info die niet heel veel andere mensen krijgen. Dus daar heb je wel heel veel profijt uit, denk ik. En was het lastig om dit jaar een winnaar te kiezen? Ja, want het niveau lag best wel hoog. En het was ook best wel veel dezelfde muziekstijl, dus we hadden het wel even moeilijk mee, maar uiteindelijk was de nummer 1 wel echt unaniem. Ja, jij gaat het zeggen? Ga ik het zeggen? 3. Oh, oh my god. Zeg het. 2,5. Ik heb al 2 jaar eerder meegedaan en toen was ik 2 keer tweede. En ik probeer me nooit voor te bereiden op dat ik eerste word. Ik doe gewoon mijn ding en als ik eerste word is dat leuk, maar het is niet erg om te verliezen. Maar nu ik heb gewonnen, voelt het wel echt heel goed. Maar heb je dit jaar dan ook anders voorbereid? Nou, niet per se anders, maar ik ben gewoon verder dan waar ik vorig jaar was. En ik denk dat die ontwikkeling me nu van de tweede naar de eerste plek heeft geholpen. En hoe heb je je dan verder ontwikkeld? Nou, vooral in eigen muziek maken. Niet zozeer in het draaien, maar in het maken van eigen muziek. Dat vooral. Ja. En hoe ga je je voorbereiden op de landelijke finale? Ik ga maar proberen nog meer eigen muziek te maken, die in mijn set te verwerken. En zo meer een eigen stijl, zodat ik me onderscheid van andere DJ's. De een droomt dus van een carrière als DJ, maar de ander ontwikkelt zichzelf graag als ambtenaar. In het Chassé Theater kwamen afgelopen donderdag tientallen jonge ambtenaren uit heel het land bij elkaar. Tientallen jonge ambtenaren uit heel het land kwamen donderdag samen in het Chassé Theater tijdens de Jonge Ambtenarendag. Het doel van deze dag was om collectief na te denken over de toekomst in onze veranderende maatschappij. Ook discussieerden ze met politici over de invulling van het openbaar bestuur. Nog strenger zijn voor bedrijven. Ja, met het laatste gedeelte van Bas kan ik het eens zijn, namelijk dat bedrijven al kan zien, en daarom vind ik juist niet dat er strengere regelgeving moet komen, en zeker niet, zoals hier staat... Daar vragen ze wel om. Bedrijven vragen om wetgeving, om houvast. Die bedrijven zullen er zijn, er zullen ook heel veel bedrijven zijn die dat niet willen. Je staat stimuleren, stimuleren is het niet, het is gewoon verplichten. Ja. En we zien dat 20 jaar geleden had niemand het hierover. Het is ook nu hebben wij het weer over, tijdens de verkiezing ging het erover, dus ja. Het is een ding. Goed, we zijn hier bij de Jonge Ambtenarendag, wordt dit jaar in Breda georganiseerd. Waarom is het belangrijk dat jonge ambtenaren hier samenkomen?
Ik denk dat het belangrijk is dat jonge ambtenaren met elkaar samenkomen. Dat ze ook op zo'n dag als vandaag alle nieuwe trends en ontwikkelingen die de komende jaren eraan komen samen kunnen bespreken. Zij zijn de ambtenaren van de toekomst. Heel veel van onze andere ambtenaren die gaan er natuurlijk op door verloop uit. En zij brengen juist het nieuwe, met nieuwe energie, nieuwe ideeën en nieuwe trends in het beleid. En dat is ontzettend leuk om mee te maken en met ze te discussiëren daarover. Goed, hoe kom je erbij om als jonge twintiger als ambtenaar te gaan werken? Hoe kom je daarbij? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, vanaf jongs af aan ben ik al opgegroeid vanuit huis met het idee van je krijgt nu heel veel van ons en van de samenleving en het is aan jou om ook het wat terug te geven. Wat voor dingen gaan de komende tijd veranderen voor deze ambtenaren? Nou, ik denk dat zij allereerst zelf ouder worden en weer een nieuwe generatie komen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld dingen op digitalisering, het stukje verduurzaming. Ze hebben 4 van die trends vandaag. Dark, viral, green en global. Staan alle 4 voor een grote richting. Globalisering, duurzaming. Dark is meer het cybercrime en data. En dan mis ik er één. Maar de grote trends worden vandaag besproken. En daar zie je in de bijvoorbeeld het debat wat wij net hadden. Met jonge politici en jonge ambtenaren, dat we elkaar best wel leuk aanvullen, maar ook dat je de struggle ziet waar wij als politiek zitten van wat moeten we nou normatief mee? En dat zij veel praktischer al bezig zijn van ja, hoe gaan we dat dan uitvoeren? En die combinatie samen, dat is natuurlijk het beleid van de toekomst dus. Waarom ben je vandaag naar deze dag gekomen? Om mijn mede-ambtenaar eigenlijk te ontmoeten. Want ik zit dan eigenlijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus dan zit je toch op een wat abstractere niveau. En terwijl je ook heel veel ambtenaren hebt die op het sociaal domein heel concreet met mensen werken, met zorg bijvoorbeeld. En dan wil ik ook wel weten van, hé, maar waar lopen jullie nou tegenaan? En hoe kunnen we samen het systeem beter maken op onze verschillende overheidslagen? Want uiteindelijk hebben we namelijk één doel. Namelijk het verbeteren van de overheid voor en de dienstverlening voor de mensen thuis. En ja, dan heb je alle lagen nodig. Dus het is vooral om echt contact te maken met de mensen om me heen. Kan je zeggen dat deze ambtenaren het moeilijker krijgen dan hun voorgangers? Ik denk dat hun voorgangers ook problemen hadden destijds. Het gaat alleen, er is nu wel een groter speelveld. Voor een stad als Breda speel je niet alleen maar mee met wat er hier op ons eigen grondgebiedje gebeurt. Nee, dus gaat zelfs verder als het land. Het gaat over Europa, het gaat over de wereld. Dus de competenties die we van ze vragen, die zijn wel heel anders. En ik denk dat ze die juist op dagen als dit, en ook in, zoals wij jong zijn, veel meer in netwerken samenwerken, dat wel op deze manier gestimuleerd wordt. En dat ze dus bewijzen van de goede idee uit Utrecht nu meenemen naar Breda. En vanuit Breda naar de rest van heel Nederland, want daarom zijn ze hier. 27 wethouders, waaronder de Bredaanse wethouder Patrick van Lunteren, zonden een brief naar diverse ministeries waarin zij hun zorgen uiten over de aanpak van kindermishandeling. We hebben een brief gestuurd, ik en mijn collega's uit Bergen-op-Zoom en Tilburg namens 27 gemeentes hier in de regio's. Omdat we hebben gezien dat in de hele keten van jeugdzorg richting een rechtelijke uitspraak over een maatregel die getroffen moet worden in een gezin, dat een hele lange keten is waar heel veel partijen mee bezig zijn, waar heel lange doorlooptijden zijn, waar veel overdrachtsmomenten zijn. En wij zien daardoor dat kinderen heel lang moeten wachten op de goede zorg. En ja, als wethouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de goede zorg voor de kinderen, snel, nabij en maatwerk op die kinderen. En dat botst met elkaar, hè? Lange doorlooptijden en snelheid en maatwerk, wat goed is voor het kind. Wij zijn een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus dat betekent dat mensen ons bellen, zowel burgers als professionals, met een vraag. Dus ze kunnen ook een advies krijgen. En daarnaast is het zo dat als iemand een melding wil doen, dat we dan gaan kijken wat is hier aan de hand, wie is hier al bij betrokken en wat moet er nu gebeuren. Dus dat betekent dat we eerst informatie gaan verzamelen, vervolgens gaan we taxeren op gevaar en risico. En vervolgens gaan we kijken van oké, wat is er nu nodig? Nou, de lengte van die keten, het duurt nu 5 maanden, 6 maanden als alles loopt zoals het volgens de protocollen moet. En dat is veel te lang, dus wat ons betreft moet dat veel korter. En misschien dat je onderzoeken kan overslaan of samen kan voegen. Partijen wat meer op elkaar kan af laten stemmen en protocollen en druk vanuit de overheid. Hè. Er zit heel veel bureaucratie en regels rond die onderzoeken. Dat kan allemaal veel simpeler en wat ons betreft veel korter. En daar willen we het graag eens over hebben. Dit gaat dus niet over dat het lang duurt voordat er hulp ingezet wordt. Want op het moment dat iemand onveilig is, gaan we natuurlijk direct op pad. En dan zijn er ook direct mogelijkheden. Maar het proces van onderzoek,
dat kent wel diverse stappen. Veilig thuis is misschien wel een van de beste voorbeelden in Nederland hoe een veilig thuis moet werken. De Raad voor de Kinderbescherming doet ook heel hard zijn best. Hè? En ze trekken, zoals vorig jaar, dreigden de wachtlijsten te lang op te lopen. Dan zijn ze de eerste die bellen om het goed te willen organiseren. De processtappen die zijn landelijk georganiseerd. Er zit een deel in het gemeentelijk sociaal domein. En een deel bij de Raad voor de Kinderbescherming. En de rechtbank neemt daar een besluit over. En dat traject, daar willen de wethouders aandacht voor vragen. Van, goh, is dat zo efficiënt? Kan dat wellicht beter? Waarin kunnen we leren van elkaar? Nou, dat vind ik een goed initiatief. Ook dieren hebben recht op goede zorg. Dat is de boodschap van Dierenopvangcentrum Breda. Het centrum organiseerde afgelopen weekend een leuke middag voor kinderen. Afgelopen zaterdag organiseerde het Dierenopvangcentrum Breda een leuke middag voor de kinderen. Ze konden knutselen, ze konden een speurtocht doen en als leukste natuurlijk samen met de katten knuffelen. Wij vinden het heel leuk als kinderen bij ons langskomen op ons dierenopvangcentrum. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen weten dat dieren recht hebben op goede zorg en dat ze dat hier ook zien. Dus wij hebben een actie bedacht wat aantrekkelijk is voor kinderen. Kinderen kunnen hier langskomen vandaag, een speurtocht doen, een rondleiding krijgen, speeltjes maken voor honden en katten. En nadien of later in deze week kunnen ze dus naar het pannenkoekenhuis in Den Hout en krijgen ze daar een gratis pannenkoek. Het is ook een kennismaking met onze honden en onze katten en mogelijk volgt daar weer een adoptie uit, ja. Jullie zijn een puzzeltocht aan het doen? Ja. En wat voor soort vragen moet je dan allemaal beantwoorden? Vraag antwoorden en dan moet je het opschrijven. En wat ben je nou aan het maken? Ik ben een kattenspeeltje aan het maken. Een kattenspeeltje, oké. Okay. Even kijken, hoe zit dat dan? Eigenlijk knip je dan een strook uit dit stof en dan... Maak je een knoop en dan doe je het hier aan. Oh ja. Oh, en dan kunnen de katten dan mee spelen die hier in het asiel zitten? Ja. En was je al eens eerder in het asiel geweest, in het dierenasiel? Nee. En hoe vind je het hier? Leuk. Ja? Ja. Niet zielig voor die beestjes of worden ze wel goed verzorgd hier? Ze worden hier wel goed verzorgd. In dit weekoverzicht kijken we ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. De gemeente Breda is op zoek naar ouders van jonge kinderen die willen deelnemen aan een proef met wasbare luiers. De gemeente stelt de luiers beschikbaar, ouders hoeven ze alleen zelf te wassen. Het doel hiervan is de zoektocht van de gemeente naar een duurzame manier om luiers te hergebruiken en inwoners tegemoet te komen om hun luierafval te verminderen. De fietsruimacties van de gemeente Breda hebben vorig jaar ruim €62.000 opgebracht. Dat houdt in dat zo'n 2500 mensen €25 hebben betaald om een geruimde fiets uit het depot bij de Faam te krijgen. De nieuwe markt in Breda gaat definitief over het terrein van de Seligkazerne lopen. Dat heeft het college van BMW besloten. Volgend jaar wordt met de eerste werkzaamheden begonnen en in 2021 kan het project dan zijn afgerond. De aanleg van een hyperloop tussen Breda en Utrecht behoort volgens het college tot serieuze opties die onderzocht moeten worden voor een verbinding tussen de twee plaatsen. Natuurlijk hebben we ook weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Ronald Westerbeek en hebben we ontvangen van In Breda. Makkelijk leven is de titel van het boekenweekgeschenk dat geschreven is door Herman Koch. Wist u dat u komende zondag gratis een dag met de trein kan reizen als u dit boek meeneemt? Vrijdag werd de Boekenweek geopend in boekhandel Grand Theater met het NPO 4 Boekenweek ontbijt. Dit jaar is het thema van de Boekenweek verboden vruchten. Wat vindt u van het thema van de Boekenweek? Ja, we hebben er wel een beetje over moeten nadenken voordat we begrepen op welke manier we dat zouden gaan vormgeven in deze uitzending. Verboden vruchten, ja... Hoe combineer je dat dan met muziek? Maar ja, het is eigenlijk een heel erg leuk thema, omdat blijkt dat er gewoon alles in past. Het gaat over de liefde natuurlijk, het gaat over genot, het gaat over stiekem. Eigenlijk is het stiekeme genieten en ja, dat kun je op allerlei mogelijke manieren vertalen. Zowel in de literatuur, maar natuurlijk ook heel erg in de muziek. De verboden vruchten. Ja, is wel leuk, want het gaat natuurlijk allemaal over dingen ja, die niet mogen. En dat is altijd aantrekkelijk, dingen die niet mogen. Allemaal muziek waarvan je soms denkt, mag ik daar eigenlijk wel van genieten? Het is eigenlijk ook een beetje een verboden vrucht. Dus ja, langzamerhand hebben we dat in de uitzending verwerkt. En het bleek allemaal te kloppen, 4 uur lang.
Nou ja, wat ik al zei tegen mevrouw Vroomans ook, is dat je bij de opera, zijn alle verhalen gaan eigenlijk altijd over dingen zoals verboden liefdes of jaloezie of dingen die je niet mag doen of moord en doodslag. En dat kan in de opera dan gewoon wel op het toneel. Dus eigenlijk heb ik er in mijn werk altijd mee te maken met grote gevoelens en dramatiek en dergelijke. Dus ik vond het heel leuk dat ik uitgenodigd was om hier te komen zingen, want het past er heel goed bij voor mijn gevoel. Ja. Ik vond het wel heel leuk, iemand die hier, sprak me hier in de boekhandel aan en die zei eigenlijk zijn verboden vruchten de boeken. Want in boeken zit iets wat je raakt, wat je grijpt, wat je pakt. En er is er maar één die weet dat dat voor jou zo is, namelijk dat ben je zelf. Jij die dat boek leest. Dus jij pakt uit het boek jouw eigen verboden vrucht. Dat vond ik wel heel mooi voor deze boeken. Dit was het laatste weekoverzicht van maart. Straks kunt u nog kijken naar onze rubrieken Mijn Plek, Werk aan de Winkel en Vraag op Straat. Mocht u nog meer van Breda Nu willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.